Leuk dat je kijkt. Welkom in deze video. Vandaag ga ik je uitleggen wat je moet doen bij les 4. Dan gaan we rekenen met ongeveer en met keersommen. Kijk je mee? Dit soort sommen ga je krijgen. 8 keer 45. Weet je nog hoe je hem van mij moest uitrekenen? Splitsen. 8 keer 45. Ik ga splitsen in tientallen en los euro's. Welke twee keersommen kan ik nu maken? 8 keer 40 is en 8 keer 5 is. 8 keer 5 is 40. 8 keer 40 vind ik moeilijk. Ik ga eerst 8 keer 4 in mijn hoofd doen. 8 keer 4 is 32. Dus 8 keer 40 is 320. 320 plus de 40 is 360. Zo reken je deze som uit. Zelfde manier, splitsen. Hoe ga je splitsen? In 50 en 6. Alle honden van de hondenclub doen mee aan een wedstrijd. Elke hond doet dit jaar mee aan 6 wedstrijden. Er zijn 28 honden. Welke som hoort die bij? Hoeveel keer wat? 6 wedstrijden keer 28 honden. Op een markt staan 6 kisten met sinaasappels. In elke kist zitten 36 sinaasappels. Welke som hoort die bij? Hoeveel kisten heb ik? Hoeveel zit er in elke kist? Is dat een gedeeld door som? Is het een plussom of een keersom? Reken uit, 6 keer 14. Splitsum in 10 en 4. Splitsum in 60 en 4. 60 keer 3 of 3 keer 60. Je mag hem omdraaien. En 4 keer 3. En tel hem bij op. Je mag hem omdraaien en splitsum. Er worden 3 foto's van ieder kind gemaakt. Er zijn 46 kinderen. Het is een keersom. Hoeveel foto's worden er gemaakt? 3 keer 46. Ga hem splitsen. In onze straat wonen 39 katten. Elke kat heeft dit jaar al 6 muizen gevangen. Hoeveel muizen hebben ze gezamenlijk gevangen? 6 keer 39. Reken hem uit. Hoeveel is het ongeveer? We gaan rekenen met ongeveer. Dus niet precies, maar ongeveer. Daarom dit rare isje. 501 is ongeveer 500. 102 is ongeveer 100. Hoeveel is het samen? 338. 338 plus 299 is ongeveer. Oké. Ik ga het makkelijkst eerst doen. Dit is ongeveer 300. 338. Welk tiental zit daar dichtbij? 38 is bijna 340 plus 300 is 640. Zulke sommen ga je krijgen. Niet precies dezelfde, maar zulke soort sommen. Ze koopt een microfoon en bladmuziek. Heeft zij genoeg geld? Het is bijna 300 en 100. Is samen 400 euro. Ze heeft 300 euro. Heeft ze dan genoeg geld? 501 en 207. 501 is bijna hoeveel 100? 207 is bijna hoeveel 100? Kies uit 700, 800 of 900. Mag ik ook iets anders? Nee. 700, 800 of 900. 406 is bijna. 402 is ook bijna. Nou, doen we hetzelfde. Gaat hetzelfde. Kan je het zelf? Denk het ook wel. Oké. Lars heeft veel klusjes gedaan in huis. Hij koopt een PlayStation of een spelcomputer van 399 euro en een tv van 405 euro. Hoeveel euro kost het ongeveer? Dus hoeveel 399 euro is bijna hoeveel euro? 405 euro is bijna hoeveel euro? Hoeveel 100 euro? Zo'n tenzegd koopt van 181 euro en een sporttas van 194 euro. Heeft ze genoeg geld als ze 300 euro heeft? 194 euro is bijna 200.
181 is 180 ongeveer. Is samen 380. Ze heeft 300 euro. Heeft ze dan genoeg geld om dit te kopen? Oké, dit is nieuw. Dus let goed op. Drie keer 88. En dan puntje, puntje, 300. Hè? Ik kan kiezen uit zo'n hoekje of zo'n hoekje. Wat ik altijd deed om te onthouden, als je deze ervoor kan zetten, sorry, als je een streepje zet, en je krijgt een soort K, want ik heb nu eigenlijk een K, dan betekent het kleiner of minder dan. Die andere betekent dus het is meer. 3 keer 88, is dat meer of minder dan 300? Nou, moet ik eens uitrekenen. Splitsen 3 keer 80 en 3 keer 8. 3 keer 80 is 3 keer 8 is 24. 3 keer 8 is 24 met een 0. 280, oh, plus, plus, plus. 24 is 260, 264. Is 264 meer of minder dan 300? Het is minder. Als ik er een streepje voor zet en ik krijg een K, betekent het minder. Oké. 3 keer 71 is ongeveer. Nu ga ik hem afronden. 73 euro is ongeveer hoeveel euro? Tientallen, dus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 73 euro is bijna welk tiental? Hoeveel is dan drie keer dat? Anna heeft 6 zakken met spekjes. In elke zak zitten 39 spekjes. Hoeveel spekjes is dat ongeveer? Dus 6 keer 39. Nee, nee, dat is precies. Ik wil ongeveer 39 is bijna 40. Oké. 6 keer 40 is 6 keer 4 is 24. 6 keer 40 is 240. Dat is je antwoord. Oh, heb je weer het raar dingetje. 7 keer 37. Ik ga deze ook makkelijk doen. 37 is bijna hoeveel? 40. Oké. 7 keer 40 is 7 keer 4 is 28. 7 keer 40 is 280. Is dat 280 meer of minder dan 300? Minder. Oké, als ik een streepje voorzet, moet het een K worden. Dit doe ik in mijn hoofd. Oh, dit is de K, dan is dit het goede antwoord. 8 keer 12. Reken hem zelf uit. Meer of minder dan 100. Meer of minder dan 270. 4 keer 27 is ongeveer hoeveel tiental? 10, 20, 30, 40, 50? Welk is het? 4 keer dat tiental. Opa heeft 79 appels geplukt uit een boom. Hij maakt er appelmoes van. Lekker. Per pot gebruikt hij 42 appels. Kan hij 2 potten vullen? Voor 1 pot, 42 appels. 2 potten, 2 keer 42, heeft hij genoeg aan 79 appels. In de supermarkt zijn 8 kratten met in elk krat 89 doosjes aardbeien. Hoeveel doosjes aardbeien zijn het? Ongeveer. Nou, welke som krijgen ze eerst? Wat heb ik? 8 kratten. Hoeveel doosjes aardbeien? 89. Maar ongeveer. Dus welk tiental? 90. Is 8 keer 90. Nou, zo soort sommen gaan jullie krijgen, jongens en meisjes. Veel plezier ermee.